Wat vindt u van een kunstgrasveld, Fokkerdaan? Nou, als je de huidige kunstgrasvelden ziet, dan heb je de moderne. Je hebt allerlei soorten en maten, zoals overal in. Maar als je een mooi trainer of een goed kunstgrasveld hebt, dan heb je een fantastisch veld. Daar kan je schitterend op trainen en het is voor een grote club. En ik denk dat Roda een redelijk grote club is. Is hartstikke belangrijk, omdat je dan, altijd trainen. Je kan meer wedstrijden in een weekend spelen. Dat betekent dat de bezettingsgraad kan veel hoger. Dat betekent dus dat het voor een club een geweldige stimulans is om voetbal te ontwikkelen en jeugd naar het voetballen te halen. Ja, die ontwikkelingen zijn zo fantastisch goed gegaan dat het tegenwoordige jeugd, die weet eigenlijk niet anders. We hadden het er net over. Als je jonge jongens vraagt wil je voetballen, dan kiezen ze vaak voor kunstgras dan voor gewoon gras. Als je naar de jeugd kijkt, ook bij ons denk ik, ook bij Groningen, dan vinden spelers het heel prettig om op kunstgras te spelen. Het land van een ander rot valt echt niet mee. Het is nog het zwaarste midden op zee. Het water is wijd, het is troebel op helder en heb je pet. Nick overhandigt bij deze aan de voorzitter een cheque met de opbrengst van deze dag 27.500 euro. Jans, jou en het bestuur kennende, ga je er iets goeds mee doen en ik kijk met schuin oog als ze nog aanwezig zijn naar het college. Fantastisch. Dankjewel, comité Rode Vooruit. Beste mensen, wat hebben wij vanavond op het toneel een talent gezien. Ik dacht even stiekem bij mezelf, van hadden wij zo'n talent op het veld gestaan, dan waren we zeker kampioen geworden. Ik ben trots op alle mensen die hier aanwezig zijn en een zwart-wit clubhart hebben. En natuurlijk ook trots op Gomes, die hier aanwezig zijn met een geel zwarte hart. Natuurlijk!